Ik zit nog altijd in mijn pyjama. En ik ben aan het plannen voor mijn reis in december. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Ik zit nog altijd in mijn pyjama. En ik ben aan het plannen voor mijn reis in december. Ik ga sowieso bij mijn vriendin langs in Jersey. Dat is een klein eilandje bij het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet New Jersey in Amerika, maar Jersey. En ik ben aan het denken om verder met de trein op reis te gaan. En ik ga misschien, want ik was ook aan het twijfelen om naar Denemarken te gaan, met de trein door het Verenigd Koninkrijk. We zoeken naar alle Harry Potter locaties. Ik ging daar eerst roadtrip-achtig iets van doen. Met de trein is het ook wel redelijk milieubewust. En ik wou dat ook wel lekker doen met de treinen reizen. En vooral voordat ik 28 ben, want dan is het te duurder alles om met de trein te reizen. Het staat totaal nog niet vast, maar misschien. Ik ben aan het kijken wat ik allemaal wil bezoeken, sowieso. Net twee raids gedaan op Pokémon Go. Eén speciale die eigenlijk echt op uur stond en daar je zo'n invite voor nodig had. En één andere. En nu ga ik eten. Ik ben aan het wandelen richting het zwembad. Het is het eerste productieve ding buiten de raceplannen dat ik vandaag doe. Net klaar met zwemmen. Ik sta even tussen twee uur. Dat mijn wakker is. Nu ga ik terug naar huis wandelen. Ik ben dan terug wandelen via de vesting en er loopt hier bijna geen kat. Waar is trouwens mijn staart? Zie hoe lang dat is. Onderweg naar huis heb ik echt een super grote wandeling gedaan langs de vestingen in Ieper. Ben zelf tot aan de bibliotheek gewandeld. En daar ben ik een paar dingen gaan uitlenen. Ik ga even laten zien wat. Ik heb dit boek uitgeleend. Lano's autoboek Engeland en Wales. En hopelijk vind ik daar allerlei super leuke tips voor mijn vakantie. Die ik aan het plannen ben. Ook heb ik twee dingen uitgeleend die eigenlijk een klein beetje stom zijn. Maar ik wou... onlangs heb ik met mijn vriendinnen Hannah Montana The Movie gekeken. En toen had ik zin om de serie te gaan kijken. Dus ik heb gewoon de dvd's geleend. En ik weet dat ik hier veel te oud voor ben. Maar nostalgie. Ja. Dus toen ik thuis kwam heb ik gegeten, gewoon aardappeltjes met boontjes en vegetarische kip. Zelfs een beetje als gisteren. En heb ik Hannah Montana gekeken. En ja, daarna ben ik eigenlijk gewoon gaan slapen. Ik heb zelf niet mijn boek gelezen gisteren. Oké, dat was het. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!